Hé hey jongens, wat is er nou gebeurd? Ja, die jongen had hem op stop gezet. Die jongen heeft de roltrap stopgezet? Ja. En waarom? Weet ik niet. Vond hij grappig. Dit gevoel voor humor van de jonge tunnelgebruikers is mede de aanleiding voor Rijkswaterstaat om toezichthouders in te zetten. Er wordt oneigenlijk gebruik gemaakt van de installatie. Dat betekent dat de noodstop van de roltrappen wordt ingedrukt. Er wordt vuil achtergelaten waardoor de liftdeuren niet functioneren. Er wordt oneigenlijk gebruik gemaakt van de intercom door onnodig de intercomknoppen in te drukken. De grappenmakers zorgen niet alleen voor extra werk en kosten voor Rijkswaterstaat, maar ook voor een onveilig gevoel bij de andere tunnelgebruikers. Er staan hier ook altijd mensen 's ochtends en zo. Ja, ik weet niet wat ze proberen om te doen, maar... Staan ze echt zo een beetje op te wachten? Nee, ja. Ze zeggen niks dan, maar het lijkt wel altijd, denk ik wel, oh, oppassen, maar ze doen eigenlijk helemaal niks. De nieuwe toezichthouders zijn langdurig werklozen die met behoud van uitkering de kans krijgen om werkervaring op te doen. Tjerk Boender was altijd verkoper in de detailhandel. Toezichthouden is helemaal nieuw voor hem, maar hij is blij met het werk. Sowieso, je komt toch wat meer in contact met mensen als je thuis op de bank zit. Ja, dan zit je toch alleen maar thuis op de bank. Daar hier, ja, je komt in contact met andere mensen, met collega's, met mensen van Rijkswaterstaat. Dus in die zin scheelt het wel dan thuis op de bank zitten. Ja. Ja. Beide partijen, in dit geval de gemeente, kan namelijk wat bieden aan hun langdurig werklozen in de vorm van werkervaringsplekken. Wij vanuit Rijkswaterstaat kunnen hiermee ook de veiligheid en de doorstroming van onze passanten garanderen. We creëren hiermee eigenlijk een soort win-win situatie. Voorlopig hebben Tjerk en zijn collega's 3 maanden werk. Daarna wordt het project geëvalueerd. Als dan blijkt dat het vandalisme afneemt, worden er ook toezichthouders ingezet bij de Benelux-tunnel.